Hallo, welkom bij een nieuwe videoles en deze keer gaan we kijken naar opgave 3 voor de oefenrepetitie krachten voor klas 2. Een regendruppel valt uit de wolk en gaat versneld naar beneden. Welke krachten werken er op de druppel als deze versneld naar beneden gaat en wat kun je over de grootte zeggen? Nou, als we een regendruppel hebben die in de lucht zweeft, wat een beetje apart is, maar goed. Maar als die nog niet beweegt, dan hebben we op die luchtdruk of op die druppel maar één kracht. En dat is op dat moment de zwaartekracht omlaag. En naarmate dat de snelheid groter wordt, krijg je langzaam maar zeker een beetje luchtweerstand. Dus er zit allemaal lucht voor, waardoor de druppel wordt tegengehouden. En die luchtweerstand, hoe harder je gaat, hoe groter die wordt. En zolang de druppel versnelt, kun je nog zeggen dat de zwaartekracht, wel FZ, die is groter dan de wrijvingskracht, oftewel FW. Dat is vraag A. Na een tijdje beweegt de druppel eenparig naar beneden. Als de druppel eenparig omlaag beweegt, dan moeten de krachten wel in evenwicht zijn, want naarmate de druppel steeds harder gaat, wordt de luchtweerstand ook steeds groter, steeds groter, steeds groter. En op het moment dat hij dus eenparig beweegt, dan is de zwaartekracht precies hetzelfde als dat de luchtweerstand is. En dan hebben we dus ook vraag B beantwoord. Kijken, was er nog vraag C? Volgens mij niet. Nee. Oké, dan was dit vraag 3. En in de volgende videoles kijken we naar vraag 4.